In 1949 raakt Duitsland verdeeld in Oost en West. West, de Bondsrepubliek Duitsland, en Oost, de Duitse Democratische Republiek, de DDR. En hoe het die DDR vergaat in de jaren na die deling, daar kijken we in deze video eens naar. En die DDR lag binnen de invloedsfeer van de Sovjet-Unie, de communistische Sovjet-Unie. En we zien dan ook dat die DDR zich op dezelfde manier gaat ontwikkelen. Het wordt een totalitaire dictatuur naar voorbeeld van die Sovjet-Unie. Er werd nog maar één partij toegestaan, uh, de, sociale, de Socialistische Eenheidspartij Duitsland, onder leiding van Walter Ulbricht, die we hier ook zien. Hè. Hij wordt eigenlijk de leider van de DDR. En um, ja, het wordt in feite dus een, een totalitaire staat. Dus uh, de bevolking die wordt zoveel mogelijk onder controle gehouden, die wordt zoveel mogelijk beïnvloed door propaganda, censuur en onderdrukking. En ook op economisch gebied zien we dat terug, want net als in de Sovjet-Unie wordt er een planeconomie ingevoerd. He, dus de staat, de SED, die bepaalt uh, wat er geproduceerd moet worden en hoeveel bijvoorbeeld. Nou, en al in 1953 uh, is er een protest van bouwvakkers omdat de productienormen verhoogd worden. En dat leidt uiteindelijk tot de massale opstand van de Oost-Duitse bevolking. Wat eisen die demonstranten dan? Nou ja, de volgende zaken. Ze willen dus verlaging van die productienormen, want die gaan veel te ver. Daar kunnen ze niet aan voldoen, vinden ze. Dat mag niet van hen gevraagd worden. Ze vinden ook dat de prijzen in de winkels verlaagd moeten worden, want het leven is te duur. En ze willen vrije verkiezingen voor heel Duitsland. Hè. Ze zien natuurlijk dat in West-Duitsland, in de BRD, dat daar een parlementaire democratie is. Terwijl zij met een eenpartijstaat zitten waarbij geen verkiezingen zijn. En ze willen gewoon vrije verkiezingen. Ja, Walter Ulbricht en de SED moet hier niks van weten. En die roepen de hulp in van de Sovjet-Unie om de opstand neer te slaan. We zien hier de Russische tanks, zien we hier in Berlijn. En ja, die opstand wordt dan ook neergeslagen. Ja, en dit is ook een reden voor de SED om de grip op de bevolking nog strenger en strakker te maken. En nog totalitairder te maken. En daar speelt de, de staatszigeraadsdienst, de, zeg maar de geheime dienst van de DDR, speelt er een hele belangrijke rol bij. De bevolking komt echt onder strenge controle. Te staan. Ja, de gebeurtenissen van 1953 laten dus ook wel zien dat de SED echt afhankelijk is van uh, de Sovjet-Unie. En uh, ja, eigenlijk is dus de hele DDR politiek en economisch gezien afhankelijk van de Sovjet-Unie. En de DDR wordt in 1955 dan ook lid van het Warszaapact. En dat wordt eigenlijk ja, dat is een militaire bondgenootschap van de Sovjet-Unie en de landen onder haar invloed wordt opgericht op het moment dat uh, de BRD West-Duitsland toetreedt tot de NAVO. Ja, en dit is dan eigenlijk ook een soort reactie op en een tegenhanger van die NAVO. Daarnaast zien we dat er op economisch gebied de Comecon ontstaat. En uh, de Comecon, uh, dat is uh, een economische samenwerking tussen de landen in het Oostblok, hè, dus uh, de Sovjet-Unie en de Oost-Europese landen, maar ook andere landen met communistische regimes zoals Cuba, Mongolië en Vietnam. En eigenlijk zou je dit kunnen zien als een soort tegenhanger van de Marshall-hulp. Zij moeten elkaar dus ook economisch gaan ondersteunen om sterker te kunnen staan. En in de jaren 1950 raakte DDR dus steeds nauwer verbonden met het communistische Oostblok.